Beans. Potverdikkie. Gaan jullie het ook nog opruimen? Nee. Dacht ik al. Hallo dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Roy en dit is... Nee. En dit is... Laura. En vandaag heb ik Funko Pops besteld. En die zitten hierin. We hebben verrassingspakketten laten maken. Dus laten we checken welke erin zitten. Oh, Dora, is het zwaar? Nee. Noah, baby! Ik ben Noah! Jij bent Noah, ja. Nou, zullen we kijken wat erin zit? Oké, daar gaat Noah en wat al. En dan deze. Oh, kijk, hier staat iets, jongens. Hier staat iets, ik lees het voor. Hoi, Roy en Yves, inderdaad. Veel plezier met uitpakken. Er zitten twee extraatjes bij. Die zijn verpakt, zodat het echt een verrassing is. Succes met jullie YouTube-kanaal. Groetjes Nathalie en Tijmen. Super bedankt Nathalie en Tijmen. Wij gaan checken wat hierin zit. Ik vind het echt mega spannend. Jij? Ja, ook een beetje. Nog een beetje spannend? Nog een kijken. Nog is al bezig met uitpakken. Pak het maar. Ik zie een beetje het draadje van de jonker van... Hey, ik zie hem al. Nora, jij hebt ook nog een Funko Pop om te laten zien. Elsa! Wanneer ga jij kopen? Jij kopen! Ja, nou prachtig. Wat heeft ze in de hand? Sneeuwpop. Sneeuwpop helemaal? Ik dacht een sneeuwbal. Wat vind je ervan, van Elsa? Ja. Oké, okay, en Nief, wat heb jij? Ik kijk, Ariel. Ja. Met de krab. Ariel, met de krab, ja. Hoe heet die ook? Sebastiaan of Bastiaan. Dat is een zeemeermin. Dat is een hele mooie krab. Papa. Laat eens goed zien. Papa, dat is een zeemeermin. Ja, deze en we hebben deze twee. En deze twee horen bij elkaar. Ja, en deze zijn van Stranger Things, jongens. Even uit het derde seizoen. Dat ze die, dat hele vette outfit aan heeft van de jaren 80. Dat ze in de shopping mall is. Met natuurlijk Dustin. Die heb je ook altijd nodig. Met zijn vette gadgets. En hij heeft hier een walkie-talkie in zijn hand. Walkie? Walkie? Nee, walkie-talkie. Oh, ik wist niet dat. Zo kan hij communiceren met iedereen om zo 11 overal doorheen te krijgen. Door de underworld. Het lijkt een beetje op dieven, maar dat zijn dieven. Nee, het zijn zeker geen dieven. Stranger Things, die redden de wereld, die redden Hawkins van een duistere invloed. Zo, dan zijn ze allemaal aan het unpacken. Nora, jij mag de engert uitpakken. Ik mag niet. Ik durf niet. Wow, nu zie ik, hier de echte met een pakje aan. Schuif maar eruit. Ik moet hem zo neerleggen en dan kan je hem zo eruit schuiven. Haartje bij hand van Batman. Oh, ben je gelijk spontaan verliefd op hem? Is dat jouw nieuwe vriend? Mijn niet. Nora, is dit jouw nieuwe vriend? Geef hem een kusje. Oh, hij past bij jouw pet met zijn haar. Ja, welke heb jij gepakt? Zeg er eens iets over. Ik vind deze het coolst met dat goud wat er allemaal zit. En daarom vind ik deze het coolst. Maar dan vind ik deze ook nog een beetje cool. Dus ik zit een beetje te twijfelen tussen Mickey met zijn jas. Met het water wat hij gooit over. Prins Harry. Nee, waarom? Dat. Is dat jouw lievelings? Laat eens zien. Waarom? Dit mooie haar. En dat heb ik mooie kleren, groentjes, mooie handen, sneeuwpop heb ik, mooie ogen. Mooie ogen? Nou, en bedankt voor deze prachtige review, mevrouw. Deze lijkt nieuw, want hij heeft kleur. Maar hij is ouderwet. Dan hoort hij grijs te zijn. Dat vind ik het coole eraan. Ja, maar dit was de eerste film met kleur. Dat is wel gaaf dat je dat zegt. Oh...
dat wist ik niet. We gaan die kijken binnenkort. Yes. Hoe vind jij die, Nora? Mooi. Ik heb de kleren en die dag heb je groentjes en dat heb je wel zo schillende bandjes bijna. Ja, nou mooi, dankjewel. Dan pak ik deze. Dit lijkt een beetje op een normale, op zo'n kleine zoals die krab van de kleine zeemermin. Het lijkt een beetje op deze, want hij is iets kleiner dan die normale poppen. Dus, kijk maar, verschil tussen deze. Ja, inderdaad. Dus hij is wat kleiner, maar wat vind je er leuk aan? Omdat hij zo doet met zijn hand, dat is heel grappig. Want het lijkt alsof je hier jeuk hebt, waardoor ik krabt. Als ik komt. Bedankt voor deze prachtige review. Jasmin. Ik ben de prins Ali. Ik heb mooie shirt, beetje jas en koetje is mooi. En dan zo'n clown. Heb je en zo blauw haar en dat en dat. Ja, mooi hè. Dat ziet er ook heel mooi uit inderdaad. Oké, deze. Ik pak deze. En dan vind ik het coolste. Dit lijkt een beetje op tekst. Het lijkt alleen maar alsof hier op zijn arm alleen maar de A staat. En groen haar, dat bestaat niet. Dat kan alleen met haarkleur. En die handschoen vind ik zo cool, want eigenlijk hoort hij twee te hebben. En ik vind het cool dat zijn hoofd een beetje kan draaien. Oké, die heeft hoofdpijn. Oh, maar als Nora alleen de krab mooi vindt, dan mag ze die ook kiezen. Dat is een zeemermin. Waarom heb ik dat? En die crapper. Dat is een crapper. Dit is de crapper. Zeemermin heb je rood. Heb je dat en dat en dat. Heb je dat is een zeemermin. Dat is een zeemermin. En dat is dat. En ogen zijn mooi en dat en dat en dat. Dankjewel voor deze mooie review. Oké, ik vind het coole dat dit rood is en dit bruin. Je kan daar al zien bij Nintendo Switch, zelfde kleur. Maar ik vind het coole ook de knuppel die ze was. Je bent zelf een knuppel. Dat is het. 11. Dat zijn wij. Top. Waarom vind je die mooi? Dat is die. Dat heb ik dat en die foto. Heb ik dat en dat en dat. Heb ik dat en ze. Ja, ben het als ik ben jou en dat en dat. Dit is Dustin. Hij is een tech-nerdje, net als mij. Hij heeft altijd de nieuwste equipment nodig, maar dan in de jaren 80. En ja, hij repareert altijd dingen voor andere mensen. Vind ik ook het leuk om mensen te helpen. Ik hoop dat ik jullie heb geholpen met deze vette vlog. En liken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op dit kanaal. Eigenlijk is dat hetzelfde. Abonneer een duimpje. Nee, is helemaal niet hetzelfde. Oh. Abonneer op dit kanaal. Tot de volgende video. Peace! Hey, blijf staan. Oh nee. Ik moet lachen tot nu. Nog ook peace. Welkom video, peace!